John Blok, de trainer van Scheveningen, RVVA Scheveningen, 0-4. Van harte gefeliciteerd. Wat voor Scheveningen hebben we vandaag gezien? Dankjewel. Nou, ik denk een goed Scheveningen. Misschien was dit wel onze beste van het seizoen. Ik denk dat we vooral aan de bal heel rustig waren, geduldig waren. Zeker de tweede helft. De eerste helft vond ik ons iets te snel diepte zoeken. Maar ook daar zijn we denk ik wel heer en meester geweest. Dit goede veld hielp ons mee. We kunnen aardig uit de voeten op kunstgras. Maar ik denk dat we het goed hebben uitgespeeld. En ja, beslissend was de snelle 0-2. Strafschop. Ja, misschien wat makkelijk gegeven, maar ik kon het ook niet goed zien. Maar dat was wel de beslissing. Dan weet je, die ga je niet meer verliezen. Wat was in eerste instantie zo de opdracht voor de spelers in deze wedstrijd? Nou, vooral via de zijkant te voetballen. Je weet hoe RVVA speelt, waar ik overigens veel respect voor heb. Want ik vind dat Franke dat uitstekend doet. Want ja, jullie zijn toch uit de hoofdklasse ineens erbij gekomen. Nou, als je dan al zoveel punten hebt, dat is gewoon echt een knappe prestatie. Maar goed, dan weet je ook hoe ze spelen. Wij wilden veel over de zijkanten doorkomen. Vooral baltempo, veel van kant wisselen. Ja, uiteindelijk moet het dan resulteren in voldoende kansen, omdat een tegenstander op een gegeven moment toch ook vermoeid raakt. Nou ja, goed, dat zag je ook wel gebeuren de tweede helft. Ik heb ook de indruk, jullie zijn wat minder begonnen in dit seizoen, dat de laatste wedstrijd, ik heb wat filmbeelden gezien, uiteraard heb ik jullie al 2 of 3 keer heb gezien dit seizoen, ook wel beter zijn gaan voetballen. Heeft dat te maken met blessures van spelers die terug zijn gekomen? Ja, absoluut. Het begon natuurlijk in de voorbereiding al dat Thomas Veit alsnog naar MVV ging. Memmert Altergang die in de eerste wedstrijd zijn kruisband afscheurt. Ja, dat betekent dat je tijdens de competitie al anders moet gaan spelen. Daarbij is John Nieuwenburg van aanvoerder assistent trainer geworden. Marcel Ponk gestopt. Nou, dat zijn mijn aanvoerder en mijn reserve aanvoerder. Dat betekent dat je nieuwe jongens moet inpassen, andere hiërarchie. Peter Jongsleek erbij gekomen. Ja, ook met een kleine blessure begonnen. Jongsleek heb ik gehad. Swiebe met een kleine blessure. Dus ja, we hebben nogal wat wisselingen gehad. En dit is volgens mij de tweede of derde wedstrijd achter elkaar dat we met dezelfde elf kunnen gaan starten. Dus ja, dan ga je ook vanzelf beter voetballen. De automatismen komen er wat beter in. Dus ja, daar ben ik zeer tevreden over. Want nu de laatste wedstrijd ben je naar de subtop geklommen. Ik denk de vierde of vijfde plek nu vandaag. Wat is nou een beetje de doelstelling waarmee je de competitie bent begonnen? Ja, eigenlijk een andere dan we op een gegeven moment naar buiten hebben gebracht. Omdat ook wij wilden gewoon bij die landelijke divisie horen. Of je daar nou wel of niet het budget voor hebt, dat vind ik sportief gezien niet belangrijk. Je moet als trainer en ook als speler altijd het hoogste willen. Dus dan wil je mee. Of dat nou reëel is of niet. Maar als er dan zoveel spelers wegvallen, dan denk je op een gegeven moment, nou laten we eerst maar eens zorgen dat we erin blijven. En zo benaderen we het ook nu. Er ligt absoluut geen druk vanuit het bestuur. We zien wel wat er gebeurt. Al willen die natuurlijk graag, net zoals wij. Maar het zal volgend jaar ook geen straf zijn om in de topklasse te spelen. Waar hopelijk wat clubs uit de Bollenstreek bij komen. Maar we gaan toch een poging doen. Ik vind dat je dat als sportman ook moet willen. Je moet elke wedstrijd willen winnen. Nou, daar kom je vanzelf bij die eerste 7 uit, denk ik. Als je nou even teruggaat op de spelers die nu weer terugkomen. Ga je nu spelen zoals je het zelf ook voor ogen had in het systeem? Nee, dat wordt toch lastig. En jongens, Aldergan die is niet te vervangen. Het is een creatieve jongen met een passeerbeweging. Nu speelt Wesley Groeman daar, dat doet hij overigens uitstekend. Maar dat is van nature een middenvelder. Dus dat betekent toch dat je gaat spelen naar de spelers die je op dat moment hebt. Dat geldt ook voor een Verheid. Dan kan je heel anders spelen dan bijvoorbeeld met Marvin Nieuwlaat of Tim Peters in de spits. Dus wij bekijken dat van wedstrijd tot wedstrijd. Natuurlijk hebben we wel vaste afspraken. Maar we kijken ook van waar kunnen we nou een tegenstander pijn doen. Dank John Blok, trainer van Scheveningen. Graag gedaan en veel succes. Dankjewel. Goed, we praten na over de wedstrijd RVVA Scheveningen 0-4 met Giovanni Franke, trainer van RVVA. Wat is nou het eerste waarbij je opkomt als we over deze wedstrijd praten? Deze 0-4 nederlaag. Mijn verjaardag. Ja, van harte gefeliciteerd. Maar goed, 0-4. We praten over het voetbalspel van RVVA. Ja, aardig cadeau. Ja, dat meen je niet. Maar goed, 4-0. 0-1 met de rust. En op een gegeven moment moet RVVA de tweede helft gaan spelen. Ja, was het toch wel een afgetekende nederlaag? Nou, afgetekend. Natuurlijk, 0-4 staat hard. En dan kan je bijna niet meer spreken dat het geflatteerd was. Maar ik denk als wij in kansen en mogelijkheden dat naast elkaar zouden leggen, ontloopt het elkaar niet veel.
Alleen ik denk dat zij de mogelijkheden die ze hebben gehad veel beter hebben uitgespeeld. Ik doe niets af aan hun spel, want ze speelden gewoon goed voetbal. Dus zo bedoel ik het zeker niet. Maar ik denk dat de mogelijkheden die wij voor en bij de goal hebben gehad, dat wij die in klasse, dus in kwaliteit, dat in het voordeel van Scheveningen lag. Want zij spelen de ballen goed uit en wij niet. Want als je dat vergelijkt met de mogelijkheden met een Benny of met een Julian of met een Roy of met een Sean, die om en nabij de goal vrij zijn. En hoe wij daarmee omgaan, ja, dat is het kwaliteitsverschil vandaag, vond ik, met Scheveningen. En waarbij natuurlijk ook weer onze les niet geleerd hadden van de wedstrijd tegen Barendrecht. Waarbij wij een speler geblesseerd hebben. De bal werd toen ook niet uitgeschoten en doorgespeeld. Dat gebeurde vandaag ook. En onze spelers reageren dan niet. Dus die stoppen ook met rennen en de jongen loopt door. En ze maken de 1-0 zo vlak voor rust. Ja, dat zijn toch momenten, beslissende en bepalende momenten, waarop je een wedstrijd wel zou kunnen verliezen. En het is de tweede keer dat ons dat overkomt. Dus ook wat dat betreft zullen we ons daartegen moeten wapenen. Want ook daardoor kom je nu al op een 1-0 achterstand. En tweede helft vond ik het eigenlijk, qua kansen hebben we minimale aantal kansen weggegeven. Natuurlijk, ze scoren er 3, maar 1 uit een penalty. Waarvan wij ook 1 in de eerste helft hadden moeten krijgen. Dus. Wat mij opvalt, je memoreerde dat eigenlijk ook al. RVVA is 2 keer goed in de aanval. 2 keer creëren ze een goede kans. En in de contra-attack scoort Scheveningen. Wat gaat er dan eigenlijk mis? En dat is bij 2 doelpunten het geval. Nou, het is niet iets dat er misgaat. Kijk, dat moeten mensen en wij zelf ook goed begrijpen. Er gaat niks mis. Je praat over kwaliteit. En daar komt dit op neer. Het is kwaliteit. En als wij in de aanval zijn, spelen we het kwalitatief niet goed uit. En als zij in de aanval zijn, spelen ze het wel goed uit. En dat is een kwaliteitsverschil. En wij moeten daar heel hard aan werken om dat kwaliteitsverschil te overbruggen. En dat proberen we heel hard op de trainingen om het kloof wat er is ontstaan, om die zo snel mogelijk, zo klein mogelijk te maken. Wij gaan in een aanval met Benjamin Marta tweede helft. Is een 2-1 situatie met Agatowski. Die heb je ook gezien. Is een 2-1 situatie. En Benny paast hem in de voeten van de jongen. Ja, en zij gaan met z'n tweeën een 2-1 situatie en spelen hem uit en je staat 3-0 achter. Ja, dat zijn momenten. Dat klinkt op de scorebord klinkt dat heel interessant. 0-4, voor mij had het 0-6, 0-7 kunnen zijn. Maar als wij de mogelijkheden die wij krijgen niet benutten, ja, dan had het vandaag misschien 5-5 geweest. Daar ben ik van overtuigd. Alleen wij beslissen die momenten niet. Melvin Zaalman krijgt een aantal mogelijkheden in de aannames om richting goal te gaan. En die aanname is niet goed. Dat heeft niks met kwaliteit van Scheveningen te maken. Dat is de kwaliteit die wij nog tekort komen op dit niveau. Want die aanname moet goed zijn en hij dribbelt op de keeper af. Hij geeft een voorzet tweede paal. Richards moet hem binnenlopen. Maar hij is niet op tijd. Nou, dat heeft niks met het kwaliteit. Want ik wil niks doen aan Scheveningen. Want die hebben gewoon naar hun vermogen gespeeld en gewoon goed. Maar wij komen kwaliteit tekort op het moment dat wij in onze kansen en mogelijkheden zitten. En dat is niet van nu. Dat weet je aan het begin van het seizoen. Alleen wij proberen dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk in te halen. Wat met je opvalt, RVVA komt naar mijn mening best goed uit de rust. Want er ging eigenlijk niks aan de hand. Komt plotseling dan die penalty uit een vermeende hensbal van Vereken. Daar wordt het 2-0 door. Maar ja, zolang het natuurlijk 1-0 bleef, was het in mijn gedachten, was dat toch eigenlijk het breekpunt in de wedstrijd, die 2-0? Ja, ik weet niet of dat vandaag een breekpunt was. Ik denk dat de nederlaag tegen Stedoco wat dat betreft eerder een breekpunt is geweest. En die week daarvoor tegen DVS. Omdat we toen een hele sterke serie hadden neergezet. Wij toen op 10 en 13 punten van Stedoco konden komen. En wij dat ook heel erg graag wilden. En wij verliezen dan bij DVS uit. Nou, ik vond dat eerder een breekpunt dan vandaag bij de 1-0, 2-0, 3-0. Ik had al gezegd dat het ook voor mij 6-7-0 mogen zijn. Kijk, de competitie is een marathon. En we waren heel goed gestart. En als je dan de competitie al in jouw voordeel kan beslissen, hadden we dat moeten doen. En die kansen hebben we gehad tegen DVS en Stedoco. En dat is niet gelukt. Dus in dat opzicht kan ik de wedstrijd analyseren wat we willen. Ik weet dat elk antwoord wat ik je ga geven gaat over kwaliteit. Omdat je moet kwaliteit hebben om een wedstrijd te kunnen winnen. En ook verdedigend. En het gaat er uiteindelijk om of wij het kunnen opbrengen. En zo snel mogelijk om het niveauverschil
in te halen. En dat geldt voor alle wedstrijden. Omdat als we de competitie niet eerder beslissen, zoals toen we de kans hebben gehad tegen DVS en Stedoco, zullen we tot aan het eind moeten vechten. Duidelijk. Deze wedstrijd is voltooid verleden tijd. Belangrijk is, hoe pakken de voetballers het op, de selectie het op. Want dit was eigenlijk de eerste keer, hè, laten we eerlijk wezen, dat we toch afgetekend verloren hebben. Maar de volgende vraag is, we gaan een stap verder. Morgen kijkt iedereen er toch weer anders tegenaan. Over 2 weken, we hebben een weekje rust in verband met bekerwedstrijden en inhaalwedstrijden, waarin wij niet meedoen. De eerstvolgende competitiewedstrijd tegen Spakenburg. Hoe valt het bij de jongens deze nederlaag? Ik hoop hetzelfde als bij mij. En dat is, je wou wat zeggen of? Nou, het gaat erom dat er natuurlijk wel weer werk aan de winkel is. Om de jongens kunnen natuurlijk best wel een forse klap hebben gekregen van deze nederlaag. Nou, dat hoop ik niet. Omdat ik heb zelf ook geen klap gekregen. En ik hoop jullie ook niet. En ik hoop RVA supporters ook niet. Ik hoop het bestuur niet. Omdat uiteindelijk zijn we RVA. En ik denk dat teams als Capelle, GVV, Lisse, Hardenberg, dat die veel grotere problemen hebben op dit moment aan hun hoofd als wij. Want we staan op 14 punten. En het verschil met de nummer 4 is 3 punten. En het verschil met nummer 16 is volgens mij 5 punten nog. Als ik het zo uit mijn hoofd zeg. Of 4 punten. Dus ik zie niet de oorzaak. Als wij onderin, of de reden om paniekerig te zijn of whatever. Als ik Capelle had geweest. Of een IJsselmeervogels. Of een Rijnsburgse Boys. Ja, dan zit ik nu met het handen in mijn haar. Want die moeten spelen naar hun mogelijkheden. Maar wij vechten en geven elke week ons hele leven. Ik kan daar niks aan. Ik kan die jongens dat niets kwalijk nemen. En vandaag ook. Ze geven alles. Ze vechten voor elk duel. Dat doen ze elke week. En dat ben je ook getuige van. Alleen we moeten wel accepteren wat RVVA is. En we werken hard aan op de trainingen om dat niveau zo hoog mogelijk uit te laten komen. Maar we blijven wel RVVA. Ik kan niet eisen van mijn spelers dat wij bij de top 7 gaan eindigen. En ik beaam je gevoel, en ook van RVA supporters en ook van de mensen om me heen. Ik voel ook dat er misschien meer in zit. Ik voel dat ook zelf als trainer. En ik sta er ook van te kijken dat ik denk, ja, die nummer 7 ligt binnen handbereik. Maar eisen kan ik het niet. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Eisen kan ik het niet. Dus vandaar dat ik ook geen pak slaag heb gehad, geen tik. Ik ga zo meteen mijn verjaardag vieren. Daarna ga ik rustig naar bioscoop vandaag ook nog. En proberen om weer de volgende spektakelwedstrijd tegen Spakenburg zoveel mogelijk uit te halen wat erin zit. En dat is nog steeds onze doelstelling, zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ik heb dat vanaf het begin gezegd, voordat de competitie begon. Toen vroeg iedereen wat is mijn doelstelling. En toen zei ik zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Nou, dat is na vandaag niks veranderd. Ik denk dat andere teams zich veel meer zorgen moeten maken als wij. Dus ik kan die jongens niks kwalijk nemen. Dus ik hoop ook niet dat ze zich zorgen maken of dat ze zich iets laten inpraten. Wij zijn RVVA. Elke wedstrijd gaan we tot het maximale om te winnen. En dat zullen we blijven doen tot de laatste speeldag. Dankjewel voor deze mooie woorden. En gaat lekker, heel erg lekker genieten van een mooie verjaardag. Ja, ik ga dat zeker proberen. En ik moet zeggen, het is ook een aardige verjaardagscadeau. Want het is mijn grootste nederlaag tot nu toe in mijn trainingscarrière. Dus dat is dan wel iets wat ik heel mijn leven niet meer vergeet. Je mag ook wel even om lachen, hè? Ja, ik kan niet anders. Het is een aardig cadeau zo, 0-4. Dus dat heb Sean goed gedaan. Dus Sean, bedankt. Oké, bedankt. Ja, is goed.